We staan nu op dit punt bij het Banisgemaal van het waterschap. Dit is de Lolé. Als het hard regent, dan komt dit water vanuit Enschede, Hengelo, Borne. Dat komt zeg maar deze kant op. Stroomt dan hier, gaat dan via het Twentekanaal, gaat het dan via het Lateraal Kanaal richting de Vecht. Onlangs zijn er veel overstromingen geweest in Limburg. Wat zijn de risico's voor Almelo, dat toch op het laagste punt ligt in Twente, om te worden overstroomd? Ja, de overstromingen in Limburg zijn niet echt te vergelijken met ons Twentse gebied en Almelo in specifiek. In Limburg daar hadden we te maken met extreme regenbuien, maar daarnaast natuurlijk heel veel water uit de hoger gelegen gebieden van Duitsland en België. Als ik hier naar Almelo kijk, dan hebben we natuurlijk wel te maken met de klimaatverandering en met het risico dat er ook extreme regenbuien in toenemende mate kunnen voorkomen. Maar we hebben daar natuurlijk de afgelopen tientallen jaren ook wel behoorlijk op geanticipeerd. Hoe we het ook wenden of keren, er is sprake van grote ontwikkelingen in het klimaat. Wat kunnen de burgers van Almelo doen om dat klimaat een beetje te helpen? Als je kijkt naar de stad, is ongeveer 70% is je eigendom van de burgers. En zeg maar 30% is maar van de gemeente. Al het water wat op particulier terrein valt, dat stroomt af naar openbaar gebied en daar moeten wij dan mee. En zeg maar, de burgers kunnen ons helpen door de stenen uit hun tuin te halen en daar groen in te doen, door regenwater te gebruiken. Dus elke druppel die ze niet afvoeren naar ons, die komt niet bij ons terecht en die komt uiteindelijk ook niet bij het waterschap terecht. Kunt u vertellen wat verstromen de afgelopen jaren heeft gedaan, zodat de inwoners van Almelo droge voeten houden? De samenwerking die we hebben in Twente, met de Twents Waternet, de 14 gemeentes, maar ook met de klimaatactieve stedenband, dat is Enschede, Hengelo en Almelo, waar miljoenen zijn geïnvesteerd om te zorgen dat water eerder wordt vastgehouden. En zo zijn er ook hier in Almelo, we staan hier bij het Banisgemaal, zorgt natuurlijk ook dat er bij extreme regenbuien dat het water uit de hoger gelegen gebieden op een snelle manier afgevoerd kunnen worden. En dat gaat met 10.000 liter per seconde kan het water worden afgevoerd. Wat doet de gemeente Almelo voor de burgers in zo'n geval van calamiteit? Op zich zeg maar, als die bui valt, dan kun je niet zoveel meer. Je moet zorgen dat je systeem op orde is. Dus, en zeg maar, daar zijn we ook mee bezig. Dat we vooral ervoor zorgen dat de riolering goed werkt, dat de gemalen goed werken, dat de bergingen goed zijn, dat de kolken goed zijn. Nou, en zo zorgen dat het systeem op orde is. En uiteraard gaan we ook het systeem steeds verbeteren. Hebben de recente overstromingen het waterschap Verstromen wakker geschud? Nou, wij waren al ontzettend wakker. Wij hoefden niet meer wakker geschud te worden. Wij zijn wakker. Wij weten dat het klimaat verandert. Ik ben zelf verantwoordelijk voor klimaatadaptatie. En dat impliceert van welke maatregelen kun je als burger, als gemeente, als provincie, als waterschap, maar ook wooncoöperaties en bedrijven nemen om te zorgen dat je anticipeert op 2050, waarin ook het land, de regering heeft gezegd van dan moeten we eigenlijk dusdanig ingericht zijn dat we al die overstromingen op een goede manier aankunnen. Kortom, de burgers van Almelo blijven tot in lengte van dagen droge voeten houden. Ze blijven droge voeten houden, maar ze zullen wel misschien een keer met de voeten door het water moeten lopen. Want als het heel hard gaat regenen, dan zal ook hier wel een aantal straten blank staan.